Hallo allemaal. Vorige week was ik aanwezig bij de Valtra Smart Tour die gehouden werd bij mechanisatiebedrijf Schoonhoven Service. Er stonden heel wat Valtra's klaar waar we een ritje mee mochten maken, waaronder deze hele grote Valtra Q305. En binnen in de vernieuwde winkel konden wij een kijkje nemen in de digitale showroom van Valtra. Daar konden we een type Valtra uitkiezen en naar eigen wensen samenstellen. De kleur konden we bepalen en allerlei wensen die ze bij Valtra af fabriek kunnen leveren. Te denken valt aan een voorlader, wat voor soort stoel je erin wilt, een extra koelbox in de trekker en noem maar op. Dat was best interessant om te doen, want dan weet je meteen wat Valtra allemaal te bieden heeft. En op het scherm kon je de buitenkant aan alle kanten bekijken, maar ook de binnenkant van de cabine, zoals je hier ziet. Maar wat ook heel leuk was, was een proefrit maken met de Valtra-trekkers. Hier rijdt mijn zoon. We zijn even een landweggetje opgereden. En weer gedraaid. En gaan we weer deze trekker terugbrengen om met de volgende op pad te gaan. Met de tweede Valtra waar we een proefrit mee maakten, zijn we naar onze eigen boerderij gereden. En mevrouw is ook even opgestapt. Even een rondje om de stal heen. En hoe beviel haar dat? Het rijdt net een auto, zegt ze. En ze steekt de duim omhoog. Ook op deze trekker wil mijn zoon natuurlijk graag rijden. Deze trekker rijdt volledig automatisch. Je zet hem in zijn vooruit en je drukt de gas in. Je hoeft verder niet te schakelen of wat dan ook. En hij rijdt behoorlijk fijn. Alweer een heel verschil met onze eigen Valtra die inmiddels al 16 jaar oud is. Een kijkje in de cabine. Goedemorgen allemaal. Vandaag is de tweede dag van de Valtra Unlimited Smart Tour. U bent vandaag allemaal van harte welkom om in een van onze trekmodellen te komen proefrijden. Nou, ik zal u wat kleine informatie laten zien over de Valtra Q305. Dat is de grootste serie van de Q. Ziet u, dat is een 350 kW deze trekker. Hij loopt erg goed en ik zal u van binnen wat mooie dingen laten zien. Deze trekker heeft drie schermen. Eén extra scherm, hier kun je de GPS op instellen. Dat is deze, de IsoBus of je een extra camera. Ook kun je kleine andere informatie over de trekker uitlezen. En dit scherm is eigenlijk je instelscherm. Dan kun je kiezen wat je wil zien van de trekker. Zoals werkverlichting instellen, je hydraulische functies, maar ook dingen over de motor en over de transmissie. En in dit scherm kun je informatie laten zien wat je dus op dat moment wilt zien. Hoe hard je gaat, je verbruik, je afkasttoeren. Dat kun je in het eerste scherm, dat noemen ze de C-pilaar, zien. Ja, verder is deze armleuning. Kun je hier bijvoorbeeld je fronthef op instellen. Hier kun je mee rijden. Dat kan je kiezen dus of met voetgas of met je rijhendel. Ook kun je je hefbeen bedienen en in je groepen schakelen. Ja, verder is dit een mooi uitgebreide trekker. Ik hoop dat we u vanmiddag hier zien voor een hapje en drankje. En dan kunt u een mooi stukje rondrijden in een van de Valtra's hier.
Nou, en dat rondrijden, daar hebben we goed gebruik van gemaakt. Ook met deze rode Valtra zijn we op pad geweest. En dan staat er nog een heel rijtje Valtra's. Daar hebben we niet op gezeten. Maar toen zijn we op deze gestapt. Kijk eens, de achterbanden zijn 30 centimeter groter dan ik lang ben. En die Valtra Q305 hebben we meegenomen in onze eigen boerderij. En we hebben onze eigen Valtra er eens naast gezet. En dan zie je het verschil in grootte. En mijn vader die kwam er ook bij kijken. En aan de gezichtsuitdrukkingen hier zie je wel... Het maakt indruk, zo'n grote Valtra. En ook mijn moeder komt eraan. En hier rijdt mijn vader op deze Valtra. Het trappetje was al zo hoog dat we hem een handje moesten helpen om goed te kunnen opstappen. Maar toen hij een keer in de stoel zat, kon hij er prima mee vooruit komen. We hebben hem hier vooraan bij de weg nog even neergezet. Nog even te filmen. En zo hebben we een mooie zaterdagochtend gehad bij Schoonhoven Service.